Want op het moment dat je gewend raakt en zoveel leed, op het moment dat je gewend raakt en al die vreselijke beelden die jou dag in dag uit bereiken, die je dagelijks op je scherm ziet, dan ga je zelf daaronder lijden. Dan ga je zelf misschien geketend blijven. Je kunt in depressie belanden. Ik heb mensen gesproken die zeggen, ik kan niet meer een gewone leven leiden. Ik kan niet meer gezellig doen met mijn kinderen. Want elke keer als ik mijn kind aankijk, dan zie ik al die honderden kinderen die uitgeroeid worden, die onder de puin worden gehaald. Ik kan niet meer gelukkig zijn en ik kan mijn leven niet meer op orde krijgen zoals het hoort. En dat is een belangrijk punt om erover na te denken, zelfs in deze moeilijke tijden. Laat de emoties niet de controle overnemen. Op het moment dat emoties de controle overnemen en dat je stappen onderneemt en acties uitvoert op basis van emoties dan is de kans op fouten heel groot. Dan dan is de kans op het niet prioriteren van bepaalde zaken en niet op de juiste wijze ook heel groot. En daarom zegt de profeet Alayhi salatu was salam: al is kies fatin." Is niet ach, is niet achterlijk. Een mu'min is niet achterlijk. Een is intelligent. Een mu'min gebruikt zijn verstand zeker onder, onder dat soort omstandigheden.